Koster, Westerlo, Club Brugge 1-1. Wat vindt u van het resultaat? Nou, het resultaat is nog niet zo belangrijk natuurlijk. Waar het om gaat is dat je naarmate de voorbereiding vordert dat je zelf wat stapjes maakt. En we hebben weer tegen een zwaardere tegenstander gespeeld en dat zie je ook meteen terug. Dus dan is het toch weer een stapje hoger. En dan moet het bij ons allemaal nog wat beter dan we vandaag hebben laten zien. Maar dat is logisch. We zitten in de derde week. En je probeert elke week wat stappen te maken. En vandaag hebben we kunnen zien dat er nog voldoende werk is. Ik heb veel kansen gezien, er werd maar weinig afgemaakt. Nou, ik vond dat het nog wel meeviel wat de kansen betrof. Ik denk dat we in dat opzicht wat meer hadden moeten laten zien. Ik vond ons ook vrij slordig in de passing. Maar goed, dat heeft ook te maken dat je tegen een wat betere tegenstander speelt. En dan moet het allemaal wat nauwkeuriger. En dat is wel duidelijk na vandaag. Wat heeft de trainer geleerd uit deze match? Oh ja, je krijgt gewoon in bepaalde zaken krijg je bevestigingen en het gaat erom dat we in ons ritme moeten komen. En daar zijn deze wedstrijden belangrijk voor. En het belangrijkste is dat als we 6 weken verder zijn, dat we er staan met de competitie. Hoe hebben de wissels het gedaan in de tweede helft? De basis die heeft nu een uur gespeeld en de wissels die hebben een half uurtje gespeeld. We hebben flink veel gewisseld en we proberen dat de volgende keer weer om te draaien. Maar goed, het is altijd wat moeilijker als je in moet vallen dan dat je er meteen aan de wedstrijd begint. Maar op zich heb ik ook goede dingen gezien. Maar het vertrouwen zit erin in de ploeg? Ja, ik denk dat er geen reden is om paniek voor paniek. Wil je al het blauw-zwarte nieuws als eerste te weten komen? Schrijf je dan nu in op onze sms-diensten. SMS Club van naar 9482 en ontvang alle clubnieuws heet van de naald, zoals transfers, lotingen en blessures op je gsm. Voor meer info over onze sms-diensten, surf naar clubbrugge.be.